Heel goeie avond iedereen. We geraken hier maar niet uitgepraat over het verhaal van Vlaanderen, dames en heren. Nu is het weer de Gulden Sporenslag die voor discussie zorgt na de uitzending van afgelopen zondag. We zullen nog eens een poging doen om de zaak te beslechten met Bruno de Wever, historicus. Die vindt dat er te veel focus wordt gelegd op het graafschap Vlaanderen. En met Geert Bourgeois, die naar het schijnt met zijn pantoffel naar het scherm gooit als hij het Nederlands van Tom Waas hoort. Of overdrijf ik nu een beetje? Ik denk dat u licht overdrijft, ja. Licht is er goed. Maar wat je dan wel krijgt, Jeroen Meus, zal nog nooit zo mooi Nederlands gepraat hebben als de komende drie kwartieren, denk ik. Hij komt zijn nieuw programma voorstellen, Dagen zonder broer. Want die broer heeft hij iets meer dan een jaar geleden verloren aan kanker. En dan komt de rouw, Jeroen. En dat is een lerenproces, hè, want zo omschrijf je het echt ook. Hè. Dus ja, uiteraard is dat een lerenproces, maar dat is vooral een leerproces waar je van op voorhand niet weet wat je moet leren of hoe je ermee moet omgaan. En dat heb ik een beetje proberen te bevatten in een driedelige reeks Dagen zonder broer. Ja, het is een prachtig programma. We gaan straks een fragment absoluut bekijken ook. Het was ook een prachtig. Ja, en dan is het een hele sprong, maar er is ook heel mooi nieuws uit de Verenigde Staten. Dat heeft u wellicht al gehoord. Close. België. Close genomineerd voor een Oscar. Anke Brouwers, ooit nog lesgegeven aan de regisseur, Lucas Dont. Dat klopt, ja. Ja, dan wordt die Oscar ook een beetje van jou. Hè, Zover wil ik niet gaan, nee. Maar toch, ik hoor het graag. Ja, we gaan het straks eens bekijken, want het is natuurlijk fantastisch nieuws. Hè? Absoluut. Welkom iedereen aan tafel en welkom u thuis bij de afspraak. En laat ons daar toch maar mee beginnen, want dat mag ook al eens, geef toe, hè, een uitzending beginnen met echt goed nieuws. Here are the nominees for Best International Feature Film. All Quiet on the Western Front, Germany. Argentina, 1985, Argentina. Close, Belgium. Io, Poland. And The Quiet Girl, Ireland. En dan staat hij daar zomaar tussen. Wie hem gezien heeft, zegt misschien wel, natuurlijk moet hij erbij staan, maar effectief zo'n nominatie in de wacht slepen, dat is toch nog iets anders. Is ook in het verleden al gebleken. Had jij het verwacht dat het ging gebeuren? Eigenlijk wel, ja. De film heeft al zo'n mooi parcours gereden. Het begon dan eigenlijk in Cannes. Dat was eigenlijk al een hoogtepunt. En het is eigenlijk daarna alleen maar nog meer bergop gegaan. We zijn nog niet aan de top. Dit is mogelijk in maart, als de Oscars worden uitgereikt. 12 maart. 12 maart hoop ik voor Lucas Dont dat hij zich dan de King of the World mag noemen. Mm-hmm. Het is ook zo mooi. Het is een mooi verhaal. Hè. En ik heb daarom wel wat hoop. Omdat hij dus... de film komt uit, zoals Michiel Dont... de producent en broer van Lucas Dont al gezegd. Het komt uit op een goed moment, wordt nu in de zalen uitgebracht. Over drie dagen blijkbaar in de Verenigde Staten. Ja. Dus dat is eigenlijk goed. Het zal dan vers in het geheugen liggen. Nu kunnen die Academy voters ook gaan kijken in een zaal. Is dat bewust gedaan eigenlijk dan? Ja, daar moet je geluk mee hebben. Soms zijn die films al eerder uitgebracht. Natuurlijk, als je echt films wil in de running brengen, ga je daar natuurlijk altijd rekening mee houden. Want stel nu dat alle Amerikanen er wild van zijn over drie dagen of de komende weken, dan kan dat echt wel helpen natuurlijk. Het zal zeker helpen, ja. En het helpt dat hij er ook is. Hè. Hij is in Amerika ook gevoerd. Campagne natuurlijk voor een Oscarfilm. Dat is zoals politieke campagnes. Moet je lobbyen een beetje en echt de aanwezig zijn. De ene in New York zijn. Zelfs en de andere in L.A. Ja. Heb ik gehoord. De scenarist dan? De ploeg zich wat verdeeld heeft. De scenarist is ook in de VS, omdat hij ook aan het optreden is. Ook een acteur, Angelo Thijssen, is trouwens aan het optreden nu en zal dan dat koppelen aan verdere promotie. Mm-hmm. En dat wordt inderdaad goed opgedeeld en er wordt hard aan gewerkt. En dat zal Lucas zelf ook wel niet ontkennen dat het gewoon... Ja, het is labeur momenteel, maar het is met zo'n groot doel. Het is zo iemand strijdvaardig, hij gelooft erin. Wat ik daarnet zei, u heeft er les aan gegeven. Had u toen al het idee dat ze hier geen gewone jongen? Ja, nu, ik geef dat wel vaker bij studenten. Je ontmoet zoveel getalenteerde mensen. Maar bij Lucas viel het me zo op dat het iemand is die heel snel wist waar hij naartoe wil. Dus zowel was het ook iemand ambitieus, die het ook durfde uitspreken. En dan niet zo platwalserig ambitieus, maar eigenlijk gewoon heel open en eerlijk van dit is eigenlijk mijn doel en dat zou ik willen bereiken. En er werd zelfs niet mee gelachen. Vaak als iemand zou zeggen ik wil een Oscar winnen, dan lachen we. Want ja, iedereen heeft inderdaad met een shampooflesje al eens in de spiegel die Oscar in ontvangst genomen. Maar bij hem kon je dat voorstellen. Maar vooral ook zowel inhoudelijk, iemand die thematisch al heel snel wist dit zijn dingen die me boeien en die daar
onderzoek naar deed, die dat echt wilde verfijnen, wat hij wilde vertellen. En ook zijn beeldtaal heel vroeg al echt helemaal vast had. Dat is heel belangrijk. Dat is ook het moeilijke aan zo'n opleiding audiovisuele kunsten, is om een eigen artistieke stempel te ontwikkelen, een stem te hebben, een beeld en klanktaal. Mm-hmm. En dat had hij al. Dat zie je echt aan zijn vroege films ook al. Zie je daar ook al echt een Lucas Dont stempel. En dus vandaar dat hij al met zijn tweede film die maturiteit heeft bereikt. Ja. Waar heeft hij dit aan te danken? Als het over Close zelf gaat? Wel, het begint gewoon... Ja, natuurlijk, met Girl is hij in Cannes opgemerkt. Dan is de kans al groter dat hij met een tweede film eigenlijk opnieuw wordt uitgenodigd. Dat bleek dan ook zo. Hm. Voor de Gouden Palm dan. De reputatie is wel belangrijk. Daar begint het mee. Je moet inderdaad ook wel een soort van... Ja, het is ook momentum. Dus die bal begint dan te rollen. En je moet een beetje geluk hebben dat ook... Hij heeft nog wat prijzen blijven winnen. En nu ook recent wint die prijzen. Het is wel een beetje een open veld. Want je ziet dat de films die genomineerd zijn, verdelen zo'n beetje de prijzen. Dus je ziet dat er één film mij afgetekend, altijd alle prijzen wint in de kleine. Dat zijn ook allemaal heel interessante bekroningen van de critics van New York en Los Angeles en National Board of Review. Dus het wordt wat verdeeld. Maar ik zie wel dat de films allemaal zijn gevoelig. Allemaal. Het gaat over emoties. Ze zijn niet per se intiem, want zijn film is een van de meer intiemere bij de genomineerden. Maar misschien ook daardoor, het is iets heel universeels, herkenbaars. Het is zeer, zeer aangrijpend. Mm-hmm. En ik denk dat een publiek daar nu wel oog en oren naar zal hebben. En die twee jonge gasten, die doen dat fantastisch, hè? Ik vind die fenomenaal, eerlijk gezegd. Dat is zeker ook een groot talent. En ik vind dat altijd echt een verdienste van casting en van regisseur, hoe die met mensen werkt op een set. Maar dus Eden Dambrin en Gustave Dwale, dat is echt... Ja, je mond valt daarvan open, van de naturel, de oprechtheid. Je hebt echt... Ja, je hart moet echt een steen zijn als je niet op zijn minst van die vertolkingen zegt van dat is echt wel een van de mooiste dingen. Ik denk dat ze het graag zullen horen. Zou het niet mooi zijn als er eentje aan de lijn hangt van die twee? Dag Eden, goeie... Goedenavond. Hallo. Ja, zeg, vertel eens, hoe heb je dat nieuws beleefd? Ik neem aan dat je het ook live gevolgd hebt natuurlijk. Wat deed dat? Ja, ik was met mijn vrienden en ik keek die live en ik was echt gewoon oprecht heel hard aan het schreeuwen. En ik was ook aan op de grond aan het rollen en zo. En ik ben zo blij. Het is gewoon ongelooflijk. Ik ben het nog niet aan het beseffen eigenlijk. Nee. Heb je Lucas al gehoord intussen? Ja, ik heb Lucas gebeld. En hij is in New York, dus dat was een beetje moeilijk om hem te bellen, maar ik heb hem wel gekregen. En hij was heel blij. En dus ja, ik heb ook Gustav gekregen, dus dat was wel heel gezellig. Mm-hmm. Zeg, wat is voor jou de sleutel dat die film nu zo'n succes is? Want je hebt al ongetwijfeld... Je hebt net de complimenten gehoord, denk ik. Hè? Maar erg bedankt voor de complimenten. Ja, dikke proficiat van onze kant natuurlijk ook, want dat ben ik nog vergeten te zeggen. Maar hoe komt dat jullie dat zo klaarspelen? Want het is met een beperkte ervaring dat jullie allebei aan de slag zijn gegaan en dan zoiets afleveren. Heb je daar nu zelf een verklaring voor? Is dat puur talent? Ik weet het niet. Ik denk dat het gewoon heel natureel was. Want we mochten eigenlijk... Lucas had ons een script gegeven, maar we moesten niet... En het was een beetje op improvisatie. We moesten niet elke dag een script leren en de dag daarna zo... ons script van buiten leren. We moesten echt gewoon op onze eigen manier de film vertellen, want het was ook makkelijker voor ons. En ik denk dat de film wel echt zo goed bezig is, omdat de film praat over twee jongens die zo heel dicht zijn met elkaar. Die zijn zoals soulmates, maar zo vreemde soulmates. En ik denk dat wij dat overal zien in de cinema's. Dat is wel iets dat wij heel weinig zien in de cinema's. Dus dat is wel iets bijzonders aan deze film. Maar het was gewoon heel natureel en de cast en crew was gewoon echt gewoon een big family voor mij. Dus dat ging heel vlottig en dat was gewoon tof, heel tof om aan daar te zijn. Het was absoluut heel natureel gespeeld. Heb je zicht op de concurrentie waar tegen jullie het moeten opnemen? Ja, ik heb de acteur van I.O. gezien in IJsland en hij is wel heel leuk en zo, dus ik ben een beetje bang. Maar ja, ik zal wel zien dan. Ik heb nu een beetje stress, maar het komt allemaal goed. Ja, het is toch nog anderhalve maand. Ga je mee naar de Verenigde Staten? Mogen jullie naar de show mee? Ja, dat zal toch wel, neem ik aan. Normaal gezien mogen we wel mee. En ja, het zou gewoon echt fantastisch zijn. Ja. Geniet ervan. En het was heel fijn om je even bij ons te hebben vanavond. Dank je wel.
Tot later. Dank je wel. Dag, fijne avond. Dag, Ede. Anke, als je, wat de concurrentie betreft, hè, want zoals je zegt, ja, de ene wint daar een prijs, de andere daar. Ja. Het is ontzettend moeilijk om in te schatten. Als je die film bekijkt, dan denk ik, wat kan je nu nog beter doen dan dit? Maar zo gaat het natuurlijk niet als je op dat niveau zit. Hè. Nee, en ook omdat, wat wel, denk ik, een beetje toch perspectief is, dat All Quiet on the Western Front, de Duitse film, een Netflix-productie, is genomineerd voor beste buitenlandse film, maar is ook in andere categorieën vertegenwoordigd. Dus dat wil wel zeggen dat die film op heel veel steun kan rekenen. Dus ook bijvoorbeeld de soundtrack, bijvoorbeeld, ook bij technische categorieën, maar ook bij scenario. Dus dat is wel een geduchte tegenstander. Dus we mogen een beetje gaan zweven. We moeten natuurlijk ook wel zien. Er is natuurlijk nog echt wel in zekere zin... het is een sterke categorie. Hoewel er een aantal films zijn weggevallen. Decision to Leave, bijvoorbeeld, van Park Chan-wook. Dat was denk ik wel... dat verbaast mij dat die film niet bij de nominatie zit. En bijvoorbeeld ook Corsage. Het is dan eigenlijk door omstandigheden, denk ik, dat die film ook gecatapulteerd is door een probleem met een van de acteurs. Maar bon, ik schat het wel goed in. De vertoningen beginnen nu. We weten dat Lucas ook een charmant verhaal kan brengen. En dat speelt dus mee. Hè. Dus bijvoorbeeld, als je al eens een dankwoord hebt kunnen zeggen, daar wordt ook naar gekeken. Van, is dat iemand die op een waardige manier een prijs in ontvangst neemt? Is dat iemand die charmant is, die grappig is? Is dat die, echt? Die... Ja, zeker en vast. Ja, tuurlijk. Het blijft nog alle televisie. Als hij dat in het verleden goed gedaan heeft, een prijs in ontvangen. Ja, en als je het niet goed doet, dat kan ook wel eens... Dat zou niet mogen, hè? Nee. Maar het verhaal speelt mee. Het is Hollywood, hè, Jeroen? Oké. Ik kan wel heel goed prijzen in ontvangst. Zullen we het zorgen? Liggen de kaarten beter dan bijvoorbeeld met Runscope of The Broken Circle Breakdown? Dat is altijd wel, omdat er toen ook wel een politiek speelde. Zeker ook bij Runscope had je, was dat de Iraanse film ging winnen. Dat leek wel zo'n beetje ook vast te liggen. Het was ook een zeer goede film, maar dat speelde ook echt wel mee. En ik denk nu dat het minder, dat die zaken minder meespelen in de nominaties. Dus ik hoop echt dat ze films bekijken en dat mensen met hun harten, met hun ervaring stemmen. Investeren in de cinema loont, hè, meneer Bourgeois. Ik zou zeggen in België, maar ik moet zeggen in Vlaanderen. Hè? Nou, ik denk dat de beide gespeeld hebben. De Tax Shelter, denk ik, en het Vlaams Audiovisueel Fonds ook de beide mee gespeeld hebben. Mm-hmm. Maar het is iets om trots op te zijn. En ook trots op die jonge man. Hè? Zo rustig, zo kalm, zo eigenlijk toch een zelfverzekerdheid. Hè? Dan de ambitie, ik heb het ook graag horen zeggen, hè? Man met ambitie. Ik vind dat soms nog een klein beetje te missen in Vlaanderen. Ja, maar wat ik ook wel bedacht was, hè, we hebben dus inderdaad, hè, dankzij het FAF, we hebben die Tax Shelter, we hebben die mogelijkheden voor filmmakers, er is op professionalisering ingezet, op opleidingen, er zijn coaches, het is gegroeid. En ik hoop eigenlijk, en dat is dan misschien een oproep dan, u zit hier nu toch aan tafel, aan de politiek om daar ook in de middelen mee te groeien. Want er zijn nu zoveel mensen met zoveel talent en die zo goede opleiding hebben genoten en steun hebben gekregen. Ik hoop dat die carrière ook verder wordt gesteund, dat niet enkel is die impuls. Ik zit niet meer aan het sturen, hè, vader. Maar je hebt wat contacten, vermoed ik. Dus misschien is het een momentum, het is een signaal. Dit is gebeurd onder inderdaad de laatste 20 jaar. En ik hoop echt dat de politiek hier nu wel oren naar heeft. Ook, nooit een kans laten liggen. Hè, nee. Vandaar. We gaan duimen voor Kloos. 12 Zeker. Maart is de afspraak. Ja. Dank je wel, Anke. En dan... Dames en heren, het verhaal van Vlaanderen. Ik weet niet of u zich een programma kan herinneren dat de Vlaming ooit zo gek heeft gemaakt van de geschiedenis. Ik alleszins niet. En zondag was er dan die lang verwachte aflevering over de Gulden Sporenslag. Man wiens naam in alle boeken over de Gulden Sporenslag terugkomt. Pieter de Koning. Voor de mensen die hier een groot, reizige figuur hadden verwacht, wel, dan gaan we wel moeten teleurstellen. Want volgens de kronieken was Pieter de Koning klein... Mager, liep er voorover gebogen, misschien gebokkeld volgens sommigen. En hij was 50 jaar, wat eigenlijk wel oud was voor die tijd. Sommigen stellen zelfs dat hij slechtziend zou zijn, of dat hij kreupel zou zijn. Of dat allemaal klopt, is onduidelijk. Wat wel waarschijnlijk is, is dat Pieter de Koning zeer welbespraakt moet geweest zijn. Een echte volksmenner was. Letterlijke speeches van Pieter de Koning zijn er niet bewaard gebleven. Maar we weten wel hoe hij de dingen zag. Ach, arme. Gischien het mij zeer krank. Gischien het mij moede. Doch, ik ben al zo moede. Wat zeg je hier ook?
Dat is slecht Nederlands, hè. Dat laatste in de ronde lachen. Gaan we het over hebben. Maar wat iedereen al gekeken, want 1,5 miljoen Vlamingen zondag weer. Het is discussie die blijft gaan. Het is... Wij kijken. Echt elke zondagavond. Ja. En dat is, dat is lang geleden dat wij nog eens met een zoon van 10 jaar naar televisie kijken. Plichtsbewust. Heel geboeid voor ons. Ja, ik vind het wel plezant om dat te kijken. Ja. En ook voor de filmexperten. Ja, ik heb het nieuwsgierigheid gekeken, want inderdaad, het wordt zeer interessant in beeld gebracht. Het lijkt inderdaad echt heel... De reenactments, absoluut. Het is waar, meneer Bourgeois. Ik denk dat geschiedenis nog nooit zo hot geweest is in Vlaanderen als op dit moment, hè? Ja, dat denk ik wel inderdaad. En het boeit heel veel mensen in mij ook trouwens. Ik kijk ook, zoals Tom Waas zei, het gezin gaat op de bank zitten. Dat is weer een mooie zondagavond die de VRT presenteert. Ik vind het heel mooi. Ik vind het goed dat het gebeurt. Er is misschien hier en daar wat wetenschappelijke kritiek, maar... Daar gaan we ook nog over praten. Ja, maar ik vind... Maar ik wil wel beginnen met wat u heeft laten optekenen. Dat u zich... Bovenmatig stond er ergerd aan de tussentaal van Tom Waas. Ja, kijk, ik was in Straatsburg en ik kreeg de vraag van Krak. Wilt u een interview geven over de oprukkende tussentaal in de VRT? Ik zeg, ja, ik wil dat doen. Dat is al lang een van mijn grote bekommernissen. Toen bleek het, want ik begon over de ideale wereld, eigenlijk eerlijk gezegd. Sven Leijers, maar toen spitste zich nogal toe op het verhaal van Vlaanderen. Vooral duidelijkheid, ik heb helemaal niets tegen het verhaal van Vlaanderen. Integendeel, ik ben er voorstander van. Ik vind Tom Waas ook een man met fantastische, schitterende kwaliteiten. Maar ik vind dat de VRT... En niet alleen omdat het in de beheersovereenkomst staat, hoor. Ik vind dat de VRT het als zijn plicht moet beschouwen om in de informatieve programma's, ook in ontspanningsprogramma's, dat ze daar moeten de standaardtaal hanteren. En hier gebeurt het niet genoeg? Het gebeurt niet genoeg. Ik zie een beetje vergelijking ook in bepaalde ontspanningsprogramma's waar het niet meer gebeurt. En ik vind dat jammer. Dat algemeen Nederlands verbindt ons allemaal. Dat is de enige taal die we allemaal praten, begrijpen, die een houvast biedt ook, die ook emanciperend werkt. Zeer belangrijk voor nieuwkomers, voor anderstaligen die onze taal leren, die dan plotseling zich niet meer herkennen in de taal die gesproken wordt. Even onder ons, wat vindt u van de jongen in dagelijkse kost? Is zijn Nederlandse... Wel, dat is niet het verhaal, dat is het verhaal van Meus. En ik vind dat... Ja, daar legt hij zijn emotie in. Dat gaat over zijn verhaal. Hij brengt dat ook. Dat is een man met een grote kennis, expertise, vakken is ongelooflijk. Ik vind dat een ander programma. Dat is niet hetzelfde als het verhaal van Vlaanderen presenteren. Dus daar heb ik geen moeite mee. Ook omdat daar emotie in ligt. Dat is een programma dat mensen aantrekt. Maar ik vind niet alleen in de afspraak, niet alleen in Ter Zake, niet alleen in het journaal, maar ook in informatieve programma's, ook presentatie van ontspanningsprogramma's, dat het daar hoort om het algemeen Nederlands te gebruiken. Ja. Ik hoop dat wij voldoen. Hè. Anders zegt, moet u het zeker zeggen. Bent u het daarmee eens, meneer Ik De Bever? Ik vind dat heer Bourgeois wel goede argumenten heeft. Hè. Men heeft duidelijk gekozen voor een populair formaat en dus voor een populaire presentator. Het zou zeer raar zijn om Tom Waas meteen algemeen Nederlands te horen spreken. Dat zou ook een soort van stijlbreuk zijn. Maar goed, het is een keuze. Hè. In Engeland heeft men een andere keuze gemaakt. Daar heeft men Simon Chama, een heel beroemde echte tv-historicus. Dan kies je voor iets anders. Dat had men hier ook kunnen doen. Hè. Er zijn genoeg... Maar zouden we dat drempel voor zo'n programma kunnen verhogen? Maar genoeg BV's die perfect Nederlands spreken. Je hebt andere figuren, à la Tom Waas, die het wel zouden kunnen doen. Een tweede argument is uiteindelijk het moderne Vlaanderen, zoals we het vandaag kennen, is gevormd door de Vlaamse beweging. Hè. Dat is een concept uit de 19e eeuw. Ik bedoel daarmee de Nederlandstalige gebieden van België worden Vlaanderen genoemd, maar in de 19e eeuw. Door de Vlaamse beweging is dat eigenlijk gerealiseerd. En die Vlaamse beweging die start natuurlijk als een taalbeweging. En overigens, zij kiest ook voor het algemeen Nederlands. Midden 19e eeuw, in de jaren 40 van de 19e eeuw, wordt het algemeen Nederlands onze standaardtaal. En niet het West-Vlaams, dat ook gekund had. Er was een dispuut daarover. Dus dan, als je nu de informatieprogramma's hebt en iedereen doet daar netjes wat hij hoort, hij of zij hoort te doen, en dan in dergelijk programma om mensen warm te maken voor geschiedenis, mag het dan een beetje soepeler zijn. Wat, vind jij dat Tom iets beter zijn best moet doen? Ik weet niet of ik het zo slecht Nederlands vind van Tom. Ik hoor eigenlijk ook wel een klein beetje een verschil tussen zijn voice-overs en zijn stand-ups. Mm-hmm. Ik vind dat hem in zijn voice-overs echt
volgens mij standaardtaal, ja, standaardtaal spreekt. Ja, standaard. Maar je hoort dat het een Antwerpenaar is en dat vind ik charmant. En dialect vind ik altijd mooi. Ik heb een zeer boeiende vader waar ik heel veel mee spreek over taal en standaardtaal. Ik ben thuis in standaardtaal opgevoed. Germanisten ook, zeker? Ja, allebei. Mijn ouders Germanisten. Taal is heel belangrijk bij ons. En wij praten wel eens in welke hoedanigheid dat ik soms op televisie kom. Vandaag zal ik met jou proberen zo keurig mogelijk te spreken. Maar als ik een kok ben, dan ben ik mijn vak aan het beleven. Dan ben ik een vakman. En dan durf ik al eens te verleiden in een tussentaal, omdat ik het heel raar vind om dan opeens standaardtaal te spreken. Dat wringt. Maar als ik een quiz presenteer, 2006, dan probeer ik dat zo keurig mogelijk te doen. En ik merk dat Tom ook die switch maakt. En dat vind ik wel... Dat vind ik dan wel een... vind ik een interessante... omschakeling, omdat ik denk wel met puur standaardtaal vind ik ook wel een klein beetje afstandelijk soms, maar ik vind het wel mooi. Ik vind standaardtaal mooi, dus mij ga je zeker niet horen zeggen. Ik vind dat je nu het omgekeerde bewijst en mevrouw daar ook, sprankelend Nederlands, vlot, wendbaar. Ja, maar ik weet niet of je de aansluiting met de jeugd een beetje. Ja, maar de jeugd en de jonge mensen moeten ook de standaardtaal taal leren. Kijk ook op naar mensen die dat doen, die een voorbeeldfunctie hebben. Ik vind echt dat we daar niet mogen van afstappen. Mm. En ja, zoals de professor zegt, de 19e eeuw is die strijd gevoerd. Hè. En dat is te belangrijk. De francofonie in België wou een Vlaams, wou niet de Nederlandse standaardtaal. Nederland had de standaardtaal met de Statenbijbel al eeuwenlang. Wij hadden die niet. We hadden lange tijd geen onderwijs gehad in het Nederlands. Ja, niet voor elkaar laten gaan. We gaan toch niet een hoe gaan we die tussentaal gaan schrijven ook en zo? Ik heb niks tegen dialecten. Ik hou van dialecten. Ik dialecten zijn prachtig, maar die ben ik helaas niet machtig. De series die in het West-Vlaams opgenomen worden en die zich in West-Vlaanderen afspelen, geen probleem daarmee. Ik heb het niet alleen over informatieve programma's, maar ook over de presentatie van ontspanningsprogramma's. Oké. We gaan naar de inhoud, hè, want er is, die discussie blijft maar leven. Wat ook heel mooi is, hè, want het gaat over geschiedenis. Laten we zeggen, misschien vooral of in de eerste plaats onder academici. Wat vond u van de aflevering van afgelopen zondag over de Gulden Sporenslag? Ik vond het tot een goede aflevering. Al ben ik het ook wel eens met wat Mark Reijnenboom inmiddels in een standaard als kritiek heeft geschreven, dat het natuurlijk ook een heel selectieve lezing is. Goede tv, maar historisch een draak, zegt hij. Ja, historisch een draak, dat vind ik een beetje overdreven. Ik heb het gevoel dat mijn goede collega Jan Dumoulin, medievist aan de UGent, die trouwens vaak aan het woord komt in de uitzending, dat hij sterk gewogen heeft op het scenario en die sociale strijd zeer sterk in de picture heeft gesteld. En ja, oké, dat is interessant dat dat een keer gebeurt, maar eigenlijk mist men de kans om te veel feodaliteit uit te leggen. Zegt u te veel gefocust op de sociale strijd? Men moet kiezen. Hè. Men moet kiezen. Ja. Het formaat van een televisieuitzending van een uur is iets anders dan een academisch boek. Nee, maar goed, als het over een Gulden Sporenslag gaat, bijvoorbeeld. Maar, men heeft de kans gemist om eigenlijk het systeem van de feodaliteit goed uit te leggen, vind ik. Kan je dat in een uur televisie? Dat kun je perfect doen, maar dan moet je er ook voor gaan. Dat kan je doen, ja. Ik bedoel, niet op een droge manier het systeem van de feodaliteit uitleggen, maar in je scenario dat ook inbakken. Dat zat er naar mijn gevoel. Maar ik ben geen medievist. Hè. Ik ben ver buiten mijn comfortzone. Maar ik vond dat er te weinig in zat, in ieder geval. Maar kan je goede televisie maken van de feodaliteit? Dat is misschien een beetje de vraag. Ook. Door het misschien, tonen, wel, misschien wel duider, ja. Inderdaad. De Eer alleen heer, de Vlaamsgraaf, de Reinheer, Franse koning en zo. Ja. Maar ja, je moet selecteren in zo'n programma. Het is 15 minuten. Je kunt niet alles brengen. Ik vind het eigenlijk genuanceerd. Ja, het is ook wetenschappelijk begeleid. U verwijst naar Jan Dumoulin. Kunt u zeker niet gaan verwijten van vooringenomenheid, van een Vlaams nationalist te zijn. Integendeel, denk ik. Zij komen ook herhaaldelijk aan bod erin. Ze nuanceren ook. Ze zeggen ook vaak, dat zijn we niet helemaal zeker. Sommigen twijfelen daaraan of het wel zo geweest is. Was het een legitieme keuze om Jan Breidel eruit te laten? Want dat leeft die, ook, hè? Die figuur, behalve dat er een slager zou geweest zijn die ooit vlees of worst zou geleverd hebben aan de strijdende partij, is de discussie over het feit of die wel bestaan heeft. Hè? Ja, dat is ook een keuze. Hè. Men had natuurlijk ook de mythe kunnen bijstellen. Hè. De mythe van Jan Breidel, waar we inderdaad niet heel veel over weten. Ik begrijp waarom men hem er niet in brengt, maar daar mist men ook weer een kansje. Maar het heeft natuurlijk niet zoveel zin om dit soort van detailkritieken op zo'n uitzending te geven. Ik denk dat je meer moet kijken naar het grotere plaatje natuurlijk. Hè. Dan, als je de drie eerste uitzendingen bekijkt, dan valt in ieder geval voor de twee eerste heel sterk op, vind ik zelf, dat daar de schaal niet klopt. Hè. Dus
Tom Waas zegt wel 10 keer, we gaan het hebben over het grondgebied Vlaanderen. Je voelt voor die eerste 2 uitzendingen, dat werkt niet. De schaal moet de daar... De prehistorie. Dat is continentaal, minstens. Mm-hmm. En dan het tweede programma is de Romeinse schaal. Hè. Dat is het Romeinse Rijk, het Gallo-Romeinse Rijk. Ik vond het dat leggen ze het zwakste stuk. Vergis ik me? Ja, maar dan... Ja, dat, door dat dan geforceerd het verhaal van Vlaanderen te blijven noemen, voel je dat daar dingen niet kloppen. Ik vond het sterkste, of het, eigenlijk het slechtste fragment dat ik gezien heb in de 3 uitzendingen tot hiertoe, is over die fameuze zogenaamde West-Vlaamse keizer Carausius. Ja. Een van ons, hè, zegt Tom Waas. En dan zie je hoe men eigenlijk het verhaal verlegt van het grondgebied plots naar wij. Dat is een van ons. Dat zijn dus wij. Ja, oh, sorry, maar die Carausius... Daar hebben wij toch eigenlijk niks mee te maken. Hè? Dat is een Gallo-Romein, waarschijnlijk uit Frankrijk. Daar hebben wij eigenlijk niks mee te maken. Ik vind het zeer boeiend, maar ik was aan mijn bedenking aan het maken. Maar ik weet het nu wel een beetje. Ik heb wel al heel veel bijgeleerd van de dingen dat ik niet wist. Wie er is. Ja, ik vond dat wel een boeiend verhaal. Sorry. Dat is een boeiend verhaal, maar dat werd al in de jaren 1950 in de leerboekjes verteld. Maar toen was dat onze Belgische keizer, versta je? Dus dat is allemaal niet zo nieuw. Dat je dat niet weet, dat versta ik, dat is geen enkel probleem. Maar ik bedoel, dat is toch een beetje... Oude wijn in nieuwe zakken. Maar goed, Carol is terzijde gelaten, want ik heb er ook bij geleerd. Misschien heb ik het ooit gekregen op school, maar ik was het compleet vergeten in dit geval. Maar ik wil toch wel nuanceren wat de professor zegt. Er wordt toch telkens gezegd, dit is wat zich afgespeeld heeft op dit grondgebied. En mensen weten, ja, dat is het verhaal van in de oudheid inderdaad. En die Neandertalers, die mensen waren niet honkvast, die waren niet gehuisvest, die migreerden, die gingen over en weer. Hetzelfde met het Gallo-Romeinse leger, dat wordt toch geduid, misschien niet het hele Romeinse Rijk, oké, ik ben het daarmee eens, maar toch ook wel duidelijk gemaakt wat Keizer hier is komen doen. En ik vind het wel leerrijk. Ongetwijfeld kun je veel meer brengen, kun je misschien nog meer duiden, maar ik hoor toch telkens, dit is niet... dat heette toen niet Vlaanderen, maar het speelt zich af op dit klein stukje grondgebied dat vandaag Vlaanderen is. En dat duidt voor de mensen toch, ja, vanaf die periode tot nu, in grote lijnen weliswaar, want ze maken grote sprongen in de tijdslijn, maar maakt het toch duidelijk. Dat zei u, toen u belde, u zei ook van die focus op het graafschap Vlaanderen die is veel te groot. Wat bedoelt u daarmee? Ja, op dit moment heeft men bijvoorbeeld Hertogdom Brabant is nog niet ter sprake gekomen. Hè. Het huidige Vlaanderen is natuurlijk veel meer dan dat graafschap Vlaanderen. Dat viel ook wel op in die uitzending dat het uitsluitend over het graafschap gaat. En is dat een groot manco? We gaan zien wat de volgende afleveringen brengen. Maar ik ben heel blij dat voor alle duidelijkheid, dat zoveel excellente collega's van mij de kans krijgen om state of the art hun vak te presenteren voor een heel breed publiek. Bent u ook gevraagd? Ik vermoed dat ik helemaal in het begin wel gevraagd ben, maar ik heb vrij snel laten weten dat het niet kon voor mij. Ik heb ook een andere voldoende collega's op mijn vakgroep die... Zou je het gedaan hebben? Ik denk niet dat ik het gedaan heb, omdat het liep op dat moment in mijn hoofd al een stuk parallel met de kanon van Vlaanderen. En ik wist zeker dat ik in dat verhaal niet wilde meestappen. Mm-hmm. Omdat ik, wat ik wel zie natuurlijk, kun je moeilijk ontkennen, dat is dat daar een groter geheel is. Je voelt dat de pendel van die geschiedenis terug heel sterk richting nationale geschiedenis gaat. Hè? Een Vlaams nationale geschiedenis. Ik verwijt absoluut niet een Vlaams nationalist in de regering. Maar waarmee u wel zegt, het is ook een politiek project. Het is zonder enige twijfel een politiek project. Hoe vaker Vlaanderen genoemd wordt, hoe beter voor Vlaanderen. Trouwens, meneer Bourgeois is daar reeds mee begonnen toen hij de herdenking van de Eerste Wereldoorlog, 100 jaar herdenking, voorbereid. Het was ook heel duidelijk een focus op Vlaanderen, Flanders Fields. Het was een manier om Vlaanderen in het etalage te zetten. En nogmaals, ik vind dit volstrekt legitiem vanwege politici, zeker vanwege Vlaams-socialistische politici. Maar u mag aan mij, academisch historicus, niet vragen om daar kritiekloos overheen te gaan. Ik zie duidelijk dat hier een soort strategie zit om Vlaanderen op te stoten in de vaart der volkeren. Nee, dat klopt niet. Hè. Beide zaken hebben niet met elkaar te maken. Herdenking van de Grote Oorlog, 1418, waar honderdduizenden doden gevallen zijn op een klein stukje westelijk front. Dat is deel van onze geschiedenis. Maar dit is geen Vlaams-Nationaal programma. Hè.
dit is historisch onjuist. De mensen, productiehuis De Mensen, had al beslist om dit programma te maken dat succes had in Denemarken. Er zijn veel collega's binnen de Vlaamse regering die het, laat ons zeggen, toch een beetje geclaimd hebben op een bepaald moment. Ja, maar dit historisch. Ze hadden al beslist om dit programma te maken. We hebben daarna subsidie verzameld. En dat was voor de regering Jan Bon geïnstalleerd was. Jan Bon heeft er ook niks aan te zeggen. Beïnvloedt dat ook niet. Het zijn wetenschappers die het begeleiden. Dus zeggen, dit is opgemaakt om de Vlaamse nationale gedachte of de Vlaamse identiteit vorm te geven. Dit klopt niet. Dat de mensen hebben zelf beslist, het productiehuis De Mensen heeft zelf beslist om dat programma te maken voor de regering gemaakt was. En die hebben daar geen instructies voor gekregen. Trouwens, ik kan me niet inbeelden, professor, dat uw eminente collega's zouden willen meewerken aan een programma dat dan, waar ze instructies krijgen van de Vlaamse regering. Zouden de subsidies dezelfde geweest zijn als het de geschiedenis van België geweest was? Maar Vlaanderen zou het waarschijnlijk niet gesubsidieerd hebben, maar die mensen van De Mensen zeggen, wij zijn gechoqueerd. We hebben destijds het programma De Grootste Belg gemaakt. Toen kregen we geen verwijten naar ons hoofd dat wij nu plots Belgische nationalisten waren. En nu het over Vlaanderen gaat, schieten een aantal mensen in een kramp. Ik vind dat onbevangen Vlaams zijn, daar is niks verkeerd mee. En je kunt Vlaams nationalist zijn tot en met een lauwe Vlaming of helemaal geen Vlaming voeren of vinden dat je identiteit andere lager hebt. Maar dit is een programma dat de mensen ontworpen hebben en dat inderdaad steun gekregen heeft, zoals zoveel andere programma's ook. Hè. Geen politiek project. Ja, of je het een beetje een naïeve visie toch, op... Nee, de mensen hadden al beslist om dat te doen. Dat zou dan zijn, maar het gevormd. Gaat dan natuurlijk over de steun die nadien volgt enzovoort. Ik denk, als je het... Dat hier wel degelijk een Vlaams nationale bedoeling achter zit. En nogmaals, bekeken vanuit de politiek vind ik dat niet kwaad. Alleen moet je van mij niet verwachten, als historicus moet ik daar kritisch naar kijken en zeggen, kijk eens, geschiedenis is geen dienstmaagd van de politiek. Het is geen dienstmaagd om naties te vormen. Geschiedenis dient om mensen kritisch te maken. Onder meer kritisch te maken om te kijken naar dit soort van programma's. Dit is niet... Het verhaal van Vlaanderen is al een heel pretentieuze titel ook, hè. Er zijn duizenden verhalen over Vlaanderen te vertellen. En het verhaal van Vlaanderen is een vrij kanonieke vertelling. Ja, dat is de slimste mens ter wereld ook dan. Hè. Ja, dat is de slimste mens ter wereld. Dat is ook de slimste. Maar ik denk, ik vraag me af, is het... Ja, maar het is toch iets anders, vind ik. Ja, dat is zeker en vast iets anders. Maar ik wil maar zeggen, het is niet alleen een titel. Maar het zijn collega's die ik een heel warm hart toedraag. En Tom ook. Ik kan mij niet van de mening ontdoen dat die mensen... Ik denk echt dat die dat gemaakt hebben met de juiste intentie, het juiste hart en het juiste gevoel. En Tom zeker en vast ook. Ik vraag me eigenlijk af, kun je dat goed vertellen? Is dat mogelijk? Kun je een programma maken met dat historisch... Volledig correct. Ik vraag het gewoon. Moet je niet altijd stukjes eruit halen om... Veel honderden leraars geschiedenis die dat alle dagen opnieuw doen in de school. Natuurlijk kun je dat op vele manieren doen. En je kunt dit programma op vele andere manieren maken. Hè. Heeft dat dezelfde impact? Want kleine George die... Ja, ik ben dankbaar voor dat programma. Mijn zoon kijkt ernaar. Ik heb een geïnteresseerde... jonge tiener die opeens nu niet aan het gamen is of niet aan het swipen is, maar die wel naar een programma kijkt waar toch... Ik ga er dan vanuit, ik vertrouw de programmamakers, maar ik dan toch vanuit ga, oké, die heeft een informatieve avond gehad en we hebben een gezellig moment met gezin gehad. Ja. Maar natuurlijk, ik luister met veel respect en bewondering ook naar wat u zegt. Maar ik denk, iedereen heeft deze vraag misschien nog niet genoeg gesteld. Ik heb het toch lastig dat u daar intenties aan toeschrijft. De medievist die verhaaldelijk aan bod komt uit uw vak, uit uw groep, dat is een man van de PvdA. Je kunt toch niet gaan verdenken dat hij daar met Vlaamse nationale bedoelingen zit. En het is eigenlijk toch zo dat die wetenschappers dat ondersteunen. Het zal niet perfect zijn, het kan breder gaan, je kunt nog wat meer duiden, maar het is een format en het heet het verhaal, de slimste wens. Mag ik afsluiten met een statement van een groot hedendaags politicus, u niet helemaal onbekend, staat sinds een paar minuten op de site van het Laatste Nieuws. Namelijk uw broer, Bart de Wever, die zegt... Maar waar zagen ze toch over? Een historicus zou net supergelukkig moeten zijn dat een overheid middelen vrijmaakt om hun vakgebied naar de brede bevolking te brengen en hen de opportuniteit te bieden extra nuances te plaatsen. Maar dat doen ze niet, ze breken het af. Nee, we plaatsen kritische bedenkingen. Dat is ook onze rol die wij moeten spelen. Ieder moet zijn rol in dit verhaal spelen. En ik speel de mijne en mijn broer speelt de zijne. Namelijk... Is de familie al meegekomen nu? Daar heb ik veel respect voor. Ik vind dat wel, dat is zeker en vast waar. Ik vind dat wel een heel mooie uitdrukking. Geschiedenis is
er om mensen kritisch te maken, vind ik wel. Mm-hmm. En zondag gaan we gewoon opnieuw kijken, hè? Zondagavond. Ik hoop met de professor dat ook het Brabantse deel aan bod komt. Hè. Daarnaast dat zal nu wel komen. Dat, zal nu wel komen. Ja, dat gaan we nu in de gaten houden. Ze gaat op het grondgebied, ja. Dat is goed. Ja, dat is het. Dank jullie wel. We gaan naar Jeroen Meus. Dames en heren, want morgenavond kan u, liefst uitgesteld naar de afspraak natuurlijk, kan u op één kijken naar de eerste aflevering van Dagen zonder broer. Een reeks over de dood, over verdriet en rouw, over op de grond liggen en dan weer opstaan. Ik ben de jongste van drie broers. Hans, Wim en Jeroen Meus. Hakke, Wikke en Gerre. Zorgeloos opgegroeid in een warm nest. Tot het noodlot in onze familie toesloeg. 3 jaar lang vocht Wim een strijd die hij nooit had kunnen winnen. En op de allerlaatste dag van 2021 moesten we hem afgeven. Wim was de zoon die elke ouder zich zou wensen. De coolste papa, de liefste man, de beste vriend, mijn magnifieke broer. Sindsdien zoek ik naar houvast in alles wat ik doe, bij iedereen die ik tegenkom. Ik wil weten hoe dat moet, rouwen, of tenminste hoe andere mensen zich door zo'n verdriet worstelen. Ik ga het uitzoeken in dat eerste jaar, die eerste 365 dagen zonder broer. En weet je intussen al een heel klein beetje wat je moet weten? Dat ik het nooit zal weten, denk ik. Dat het een periode is die in vlagen komt. En ik heb me af en toe al eens wijsgemaakt. Oh, ik denk dat ik er nu een beetje beter door aan het komen ben. En dan krijg je de rekening toch waarschijnlijk terug weer gepresenteerd. Maar ik heb wel iets geleerd dat verdriet is absoluut pure liefde. Dus dat omarm ik dan op die manier. Hmm. Wanneer is de ruimte er gekomen, vroeg ik me af, om nog maar aan een programma te denken? We hebben het programma proberen een beetje op te splitsen. Vanaf dat ik heb 3 afleveringen gemaakt en ik zou er eigenlijk 4 moeten gemaakt hebben. Want je moet de 4 seizoenen door. De eerste 4 seizoenen waar je door moet, die zijn... Dat is altijd van alles de eerste keer zonder de geliefde die je verloren bent. Maar dat ging wel absoluut niet in het begin. Dus mijn broer is 31 december overleden, net 20 minuutjes voor 1 januari. Dus het is eigenlijk pas in de zomer dat ik terug een beetje boven water ben gekomen en dat ik in conclave ben gegaan met het productiehuis, de Chinezen, dat wij wilden samenwerken. En dat ik heel snel merkte en zei ook dat ik eigenlijk, vooraleer dat ik een entertainend programma terug zou willen maken of zou kunnen maken, dat die rouw en dat verdriet, dat er toch nog zo intens aanwezig was, dat wij gewoon hebben beslist, ja, waarom? Dat moet er eerst zijn. En ik heb natuurlijk de kans om iets te doen met mijn verdriet. En die raad had ik ook gekregen, als je met jouw verdriet iets kunt doen, je kunt verwerken. Echt op een, je kunt het aanpakken zoals een schilder een schilderij zou maken of een dichter een prachtig vers zou schrijven of een muzikant de perfecte akkoorden zou schrijven. Ben ik televisiemaker en heb ik er een programma rond gemaakt. En dat is louterend. Er zit veel in, hè. Je broer is een beetje de rode draad, maar je gaat breder en je gaat ook naar andere mensen. Ik wil even naar die periode zelf, of, omdat ik ook wel een zelfs in 2 afleveringen zie je al een beetje een evolutie. Want in het begin, het is heftig geweest. We zijn eigenlijk beginnen filmen 1 september. Dus begin van het schooljaar. En ja, daar was ik nog donker en moedeloos en erg verdrietig. En dat heb ik wel meegenomen in de 3 afleveringen. Je ziet een klein beetje een evolutie. Maar vorige week lag ik terug in de Lappenmans. Mm-hmm. Het is nog altijd een komen en gaan van mixed emotions, van alles. Alles gaat door je heen. Het is eigenlijk ik heb het overlijden van mijn broer, want je kunt snel zo'n programma heel erg fout maken. Ik heb mijn broer gebruikt als zo'n draad. En het was een fantastische broer die ik een klein beetje een hommage wil geven. En hij zit op mijn schouder, maar het is eigenlijk
Het programma gaat niet over mijn broer en het gaat ook niet over mij. Geen enkel programma probeer ik zo weinig mogelijk over mezelf te maken. Maar het gaat over het onderwerp verdriet en hoe ga je daarmee om. En ik ben eigenlijk te raden gegaan bij mensen. Geen experten per definitie, maar gewoon bij mensen. Omdat eigenlijk, als je zoiets overkomt, zoals mij nu overkomen is, ons overkomen is, je denkt even, alleen maar heb ik nu misdaan. Waarom? Maar ik had dit programma gewoon in mijn straat kunnen maken. En wij kunnen allemaal wel praten over de dood, over het leven, over hoe mooi het leven is, maar zo echt omgaan met dood, dat is iets wat wij niet kunnen. En, dat zeg je tegen je andere broer, daar zijn we niet voor getraind. Daar zijn we, ja, we zijn daar niet echt voor getraind. En ik voel wel dat ik nu getraind ben. Dat ik dat... Je, mag ik eens vragen? Ja, je zegt, in de eerste aflevering zei je van... Ik voel me vandaag, dat zeg je op dat moment, hè, van alsof ik er nooit ga over geraken. Mm-hmm. En dan zeg je ook van, misschien wil ik dat ook niet, want mijn grootste angst is dat ik iets zou verwerken waardoor ik hem eigenlijk zou vergeten. Ja, dat is een ik denk dat dat voor veel mensen herkenbaar is. Dat is een beetje een schuldgevoel, maar als je dus inderdaad een beetje gaat opzoeken hoe rouw in elkaar zit, het, en vooral die eerste 365 dagen, dan moet je een aantal fases door. Ik heb dat bewust nog niet opgezocht, hoe dat in elkaar zit. Andere mensen hebben mij daar wel al op gewezen. En dat is één van die fases. Dus op een gegeven ogenblik zit je bijna met een schuldgevoel of een angst om je broer. Als je dat, ja, dat is zo... Als ik dit verwerk, vergeet ik hem dan. Dat is een vraag die je stelt. Ik moet verdriet blijven hebben. Ik heb ondertussen geleerd dat dat natuurlijk helemaal niet waar is. Maar daarvoor ben ik te raden gegaan bij mensen die mij dat hebben bevestigd. Die ervaring hebben in het leven. Een therapeut bedoel je? Of Maria, of andere. De eerste dame waar ik naar ben op zoek gegaan. Ik heb eigenlijk het programma vertrekt vanuit een lade die bij mij in de keuken staat. En die zit vol met rouwkaartjes. En ik heb zo ontelbaar veel mooie rouwkaartjes gekregen, maar ook van mensen die hun verhaal aan mij kwijt wilden. En ik vond dat zo aangrijpend en ook vertederend dat ik eigenlijk ik ben naar die mensen toegestapt. Mm-hmm. Ook om eens te bedanken, dat u de moeite doet om een briefje te nemen, een kaartje te schrijven naar me. En ook, wat is er met u gebeurd en hoe gaat u daarmee om? Zullen we daar eens een fragmentje van laten zien? Misschien een kleine introductie. Het gaat over Anne. Is haar zoon verloren. Kort na mijn broer is zij haar zoon verloren. Ja, vlak na nieuwjaar was dat zeker. Ja, ja. Plots, korte ziekte, hevige korte strijd heeft Nathan moeten voeren. En ik heb Anne leren kennen. Ja, en ze heeft dan een festivaletje georganiseerd om zijn verjaardag te vieren toch nog. Zij had het zeer moeilijk met haar eerste keer moederdag. En ze heeft toen beslist, ik ga niet alleen zijn op de eerste keer dat hij zou verjaren. En zij geeft een festival voor haar zoon, zijn verjaardag. En ze neemt hoe heette de zoon ook alweer? Was Nathan? Nathan. En ze neemt de kleren van Nathan en die legt ze klaar. En wie wil, die mag een trui of een broek of wat dan ook meenemen. Dat ga je allemaal weggeven? Ja. Okay. Ja, ik kan allemaal weggeven. Ja, het zal misschien niet allemaal weg zijn, maar er zullen toch een aantal spullen meegenomen worden, denk ik. Dat is een t-shirtje van de thuisverpleging. Doet dat goed, Jan? Ja, ik ben echt mijn uiterste best aan het doen. Omdat eigenlijk pakt mij dat hier een beetje. Ja. Ik hoop echt dat mensen iets gaan meenemen. Hè. Dan zijn ook die een beetje raar voelen. En twijfelen ze daaraan? Ja, ik twijfel daar nu een beetje aan, nu dat ik het eigenlijk uitstel. Vind je het opeens een slecht idee? Misschien. Valt het op je hoofd? Ja. Ik snap het. Alleen zo raar. Ik heb het ook. Ik zit hier te trillen op mijn been. Gaan we niet toch? Nee, hè. Er zijn toch verschillende mensen die zijn. Dat is tof. Ja. Ik dacht te vragen, wat leren mensen die rouwen van elkaar? Maar dat is het antwoord, denk ik. Dat is een heel herkenbaar fenomeen dat je kleren wegdoet van iemand dat je graag hebt gezien en dat een moeilijk moment is om daar afscheid van te nemen. Dat is bijvoorbeeld heel herkenbaar. Maar wat we van elkaar leren,
Ja, daar zijn veel antwoorden op te geven. Bij Anne kwam ik toe bijvoorbeeld en ik voelde onmiddellijk een ongelooflijke verbondenheid. En wat we van elkaar leren is dat het in hele donkere momenten in je leven dat er lotgenoten zijn die je kunnen rechthouden en dat je verbinding kunt maken in verdriet. En dat verdriet dus eigenlijk onlosmakelijk verbonden is met leven, denk ik. En dat we daar dat we lief moeten zijn tegen elkaar. En dat op zo'n momenten komt het mooiste in een mens naar boven, vind ik. En ik heb enorm veel steun gehad aan gewoon lieve mensen en mooie getuigenissen. En ik heb prachtige mensen zoals Anne leren kennen. Dus uiteindelijk, het kan ook een beetje iets brengen. En toch, ja, dat doet deugd, hè, want dat zie je dan ook op die momenten. Anderzijds, want, en dat heeft me wel een beetje geraakt. Ik lees in Humo, zeg je, ik ben al mijn onschuld kwijt nu. Ik loop niet meer op blote voeten door het bedauwde gras. Ik ben chronisch verdrietig en dat zal altijd zo blijven. Ja, dat zal zo blijven, denk ik. Denk het wel. Als je zo je eerste keer, nu ga ik even in tussentaal, hè, je vriendin kwijtspeelt, dan denk je dat is het ergste wat er is. En dan verlies je eigenlijk de eerste keer een groot stuk onschuld. Maar als je broer kwijtspeelt, waar je eigenlijk prachtige, prachtige jaren mee hebt gehad, ja, dan verlies je volgens mij de rest van je onschuld. En volgens mij ben ik een volgroeid persoon nu, omdat ik dit verdriet voor een stuk meemaak. Ik ben nooit volgroeid, maar je weet wat ik bedoel. Ik heb nu wel echt heel veel levenservaring gekregen. Ik had ze liever niet gehad. Maar ik ben niet meer naïef, nee. Denk het niet. Maar ik denk dat ik niet alleen ben. Ik denk dat iedereen hier aan tafel een verhaal heeft. En ik denk dat een heel herkenbaar, universeel gevoel is waar we misschien weinig mee doen. En ik heb daar op een hele bescheiden manier proberen iets mee te doen. En een fantastisch document gemaakt voor de maatschappij, denk ik, maar ook voor zijn kinderen, denk ik. Hè? Want ik heb gezien, twee kindjes. Die gaan twee. Al eens picknicken aan zijn ja, graf. Dat is iets wat ik wel heb gemerkt in mijn generatie. Wij gingen, als we naar onze overgrootouders moesten, was het heel statisch. Een kerkhofbezoek was iets heel akelig. Mm-hmm. En ik merk nu wel, en zeker aan het graf van mijn broer, daar wordt veel afgesproken. Daar komen mensen samen. Kinderen gaan daar picknicken. De school van de kindjes van mijn broer doen dat fenomenaal. En die gaan daar regelmatig naartoe. Ook Vaderdag krijgt hij iets. En dat vind ik een andere benadering. En een mooiere benadering van omgaan met de dood. Dat zijn al van die kleine dingetjes. En ik denk dat echt een goede stap vooruit is. Ja. Ja, ook dat is rauw. Morgenavond. Morgenavond. De aflevering vandaag zonder broer, met muziek van de soundtrack is van mijn broer. Was een grote muziekkenner, liefhebber van alles wat mooi is. Ja. Ik noem hem altijd mijn dealer in schoonheid. En ik heb alleen muziek gebruikt uit zijn lijstjes. En ook de muziek is fantastisch. Dankjewel, Jeroen Meus. Heel graag gedaan. En dankjewel ook mijn andere gasten. Heel fijn dat jullie er waren vanavond. U bedankt voor het kijken, dames en heren. Joris Sessels, die zit klaar. Ook een heel warme gast voor de weekenden. Mooie avond nog en tot morgen.